Ik ben Mathilda Masters en ik heb een heel nieuw boek geschreven. De titel is Obi en Tito Tapir. En zoals je waarschijnlijk kan raden, gaat het over een tapir. Ik kom het boek vandaag inlezen bij Luisterbibliotheek. En ik vind het zoals altijd heel erg spannend. In de kelder stond de oude wandelwagen waar Obi ooit als peuter had ingezeten en die zijn moeder nu gebruikte om in het bos dennenappels te rapen. Het ding zat onder de zwarte vegen, maar reed nog prima. Hij schudde zijn spaarpot leeg en telde de munten. Er was net genoeg voor de bus en een kaartje voor de dierentuin. Jij blijft hier, Samantha, zei hij. De oude kraai kraste zacht, waaruit Obi opmaakte dat ze hem begrepen had. In de bus ging Obi helemaal achteraan zitten. Van de keren dat hij met zijn ouders naar de dierentuin was geweest, wist hij waar hij moest uitstappen. Bij de ingang kocht hij een kaartje. De vrouw achter de balie wees glimlachend naar de wandelwagen. Ben je op stap met je kleine broertje of zusje? Mijn zusje, antwoordde Obi. Ze wil heel graag de tapir zien. De wenkbrauwen van de vrouw schoten omhoog. Ze greep een boek dat achter haar lag en begon erin te bladeren. Tapirs? Zei ze verbaasd. Sinds wanneer hebben wij tapirs? Obi kon zijn tong wel afbijten. Waarom moest hij zo nodig iets over tapirs zeggen? Tafeleend, Taiwanese ratelslang, taling, tamarinaap, tambaqui, tamiops, tamakavia, tandbaars, tapijtpython, tapijtzaagschubadder, mompelde ze, terwijl ze met haar vinger langs de rij dierennamen ging.